Niet al te lange tijd geleden hebben jullie als kijker gekeken naar een Nederlander met Indonesische achtergrond van een jaar of 50. Een Nederlander met een stranduiterlijk van een jaar of 50. En een Nederlander met een sportschooluiterlijk van een jaar of 50. Vooral drie Nederlanders met een gecombineerde leeftijd van 250. Nee, we hebben 100 plus. We hebben 150 plus in ieder geval. Plus, en ook bijna zoveel game ervaring of game journalistieke ervaring. Genaamd Team Zuur. En ze gaan al lang mee. Oftewel, de old boys. En ja, dan hebben we natuurlijk ook... had heb je gezien dat we ons proberen te rebranden? Naar? De Young Guns. Oh, niet de Young Bloods. De Young Bloods. Ja, wij zijn de Young Bloods. Jong Bloed zijn wij inderdaad. Jabs. De Young Bloods, genaamd ook wel Team Zoet. Als wij op locatie zijn en daarom altijd euforisch. Ja. Oh. We gaan ook proberen het... te voor te stellen hoe het is over 5 jaar, de gaming-industrie. Zonder onze pH-waarde te verhogen. Oh, zonder zoet. Nou ja, dat weet ik niet. Want we zijn nu niet op een beurs om ons zoet te houden. Dat is waar. Dus misschien zijn we, en toen heb ik ons laatst ook al omgedoopt naar, we zijn er misschien niet Team Zuur, maar misschien wel Team Zout. Dat ze een beetje salty zijn. Dat kan natuurlijk ook. Ja. Umami! We zijn Team Umami. Misschien zijn we straks Team Umami. Ik wou dat ik Team Umami was, man. Ik heb gisteren iets Umami's geproefd. Waar dan? Zeewier. Nee, sorry, niet zeewier. Alg. Zeewier? Vanuit niet zee, maar het zoetwater. Dat was fucking lekker. Echt gefrituurd. Maar super. Nee, het was echt gewoon gedroogd. Het was heel sick. Okay. Maar. Gedroogde alg. Ja, het was ongedroogd alg. Dat, dat vind je helemaal niet leuk. Waarschijnlijk zit je weer een soort van heel boos met je knuisje. Een soort van waarom de fuck hebben ze het niet over 5 jaar games? Dat gaan we nu doen. Maar eerst 5 minuten over alg. Alg, ja. In een korte tijd is er namelijk een hoop veranderd in de gamesindustrie. Publishers zijn opgekocht. Service games zijn the way to go geworden. En de groei in de industrie die zit vooral dus in subscription modellen. Wat eigenlijk hetzelfde is als punt 2. Tijd dus om eens te voorspellen waar we over 5 jaar staan. Team Zuur heeft als eerste hun voorspelling gegeven. En nu is het inderdaad aan de Young Guns. Nou, dit heb ik inderdaad al gedaan. Dus, we gaan ook... dit is dan wel een makkelijk ophangertje. We gaan in principe de grote 3 af. Ja. Okay. En dan nog een stukje algemeen bundelen. Want het is denk ik te moeilijk om nu gewoon te zeggen... Oh, maar zo ziet het eruit. Nou, de grote 3 bij GameKings zijn wel PlayStation, Xbox en PC, toch? Nintendo, maar we kunnen daar PC ook best wel even bij pakken. En dan hebben we nog een algemeen blokje. Ik wil namelijk wel gewoon eventjes een eerste duit in het zakje doen. Dat is dat ik namelijk zeg dat het heel weinig anders gaat zijn. Dat we niks mindblowings innovatiefs hebben meegemaakt. En dat games alleen maar wat mooier en wat technisch, wat sicker zijn geworden. Je weet het wel te verkopen. Technisch sicker? Ja, gewoon dus meer technisch geavanceerd. Want het is gewoon die technische innovatie. Is het niet alleen steeds makkelijker om iets vets neer te zetten? Kijk naar een Unreal Engine 5. Nee, ik denk dat hoe meer moeite je ervoor moet doen, hoe beter een product wordt. En dus als het heel makkelijk wordt, en dat is ook wel een goed punt trouwens. Maar reageer je nu al over een stelling? Op een stelling? Ik zelf hier, zeg ik dus over 5 jaar, het enige wat er veranderd is dat het technisch wat mooier is. Nee, ik denk dat we best wel een grote vlucht gaan maken eigenlijk de komende 5 jaar. In wat dan? In artificial intelligence en machine learning. Zijn ze al heel lang mee bezig. Daar zijn ze al heel lang mee bezig, maar we zien nu steeds meer en meer ook al in de consumentenkant daarvan de vruchten dat die daarvan geplukt worden. Ook in gaming zie je dat een beetje. Dat begint natuurlijk al met No Man's Sky, dat soort dingetjes. Het is een rekensom, letterlijk. Oké, als je me uit laat praten. Ja, oké. Die AI, die maakt procedurally generated planeten. Dat is niet AI. Weet je? Nee, het is de rekensom. Het is geen AI, het leert niks, het doet niks. Oké, het leert niet. Dat is waar. Nou, weet ik niet trouwens. Ik weet helemaal niet of dat op die manier zo werkt. Daar hebben ze geen boekje open over gedaan. Dus ik weet niet hoe jij dit ook zo stellig kan beweren. Leert de game namelijk wel, maar... De game leert wel? Nou ja, ergens de algoritme alleen al soort van, jij bent hier geweest. Maar algoritme is niet... Jawel, want het is geen intelligentie. Het is gewoon letterlijk een rekensom. Nee, die reageert op wat er aan input. Ja, maar jij weet dat ook niet. Nee. Ze hebben niet gezegd, onze wereld leert niks. Er gebeurt niks en er gaat nooit wat veranderen. Dat hebben ze niet gezegd. Ze zeggen, we hebben een algoritme gebouwd. Maar jij zegt dat heel stellig. Ik denk dat het helemaal niet zo stellig is. Maar ik heb het ook niet per se over die game. Ik heb het gewoon over 5 jaar.
jaar. Oh, en ik denk dat we over 5 jaar qua AI, en zeker ook wanneer je bijvoorbeeld ziet de vooruitgang die wordt geboekt, bijvoorbeeld bij Halo Infinite. De Halo Infinite bots, die zijn echt van een heel hoog niveau. Ja? Omdat die zijn echt van een heel hoog niveau. En die lijken ook heel erg op menselijke spelers. En dit is nog zo ontzettend nieuw en nog een van de allereerste dingen die we hebben gezien. Ja. Over 5 jaar gaat dat veel uitgebreider zijn. Is machine learning artificial intelligence of is dat... Het is een onderdeel van... Maar het is het stapje erbovenop. Het schepje erbovenop. Wat is het schepje erbovenop? Nou, dat dit uit zichzelf ook gaat leren in plaats van dat het ingeprogrammeerd is. Het is een onderdeel van artificial intelligence, machine learning. Ja, oké, op die manier. Ja, precies. Met een zelflerend element. Ik denk ook dat je niet per se AI hoeft te zijn om een zelflerend element te hebben. Dus machine learning is niet alleen, is niet exclusief voor AI, denk ik. Maar je ziet ook, hè? Je kan ook een dom systeem laten leren. Door gewoon alleen al, noem je dat, informatie, datastromen te analyseren. En gewoon een soort van, oké, dus dit. Maar alle grote partijen investeren ook hevig in online infrastructuur en dergelijke. En vooral Microsoft is daar heel erg mee bezig. Al die dingen, het gaat zo complex worden, de AI in games en de mogelijkheden daarvan, die kunnen niet gerund worden op jouw eigen computer. Die worden gewoon vanuit de cloud, wordt die data gestreamd naar jouw PC of computer of console, whatever the fuck. Ja. En ik denk dat we daar echt een hele grote vlucht in gaan nemen. En ik denk dat vooral open wereld games daardoor echt in één keer mindblowing worden. Ja, maar het is natuurlijk ook niet alleen zo dat daar de tijd nu rijp voor is. Het is ook zo, dat is het gebied waar op dit moment nog het meest te winnen valt. Ja, ja. Weet je, games zijn al mooi. Ja. Games kunnen al goed draaien. Ja. Als je een beetje technisch kapabel. Wat ontbreekt er? God. Een echt gesprek wat jij kan voeren met de NPC. Want ja, die het zijn geen gesprekken. Het zijn geen gesprekken. Het zijn scripts wat we nu hebben. Ja. En we hebben nu al heel veel artificial intelligence. Google was er eentje die zogenaamd sentient blijkt te zijn. Of waar ja, of niet volgens waar. Een medewerker. Maar waar of niet waar, maakt even niet uit. Het punt is dat je een gesprek kan voeren met die bot en denkt dat het een echt persoon is. Dus of het waar is of niet, maakt niet uit. Ja. Je hebt het gevoel dat je met een echt mens praat. Ja. En dat gaan we ook in games krijgen. En dan in 5 jaar denk je dat? Ja, en dan wordt het echt... Veel te kort. Die technologie schaalt zich zo snel op. En het mooie daarvan is, dan die vrijheid en die dynamiek die je dus ook in de Dungeons & Dragons campaign hebt, dat je zelf kan bepalen wat je wil zeggen tegen de NPC, in plaats van dat je uit 4 regeltjes kan kiezen. Ja. En dat die ook zelf teruggereflecteerd met de regels van de wereld wel en de kennis daarmee. Nee man, het is veel. Jawel. Je denkt, ik zou dit een te grote het hoop voor de komende 5 jaar. Want ik hoop hier al 20 jaar op, zeg maar. Sinds dat ik Open World Games speel. Het is er nu al. Alleen het hoeft. Jawel, de techniek is. Oh, oké, maar niet in games. Ja. Ja. Nee, dan is natuurlijk nog de vraag. Te utopisch, te snel dat het is. Ik denk dat we daar al even een jaar of 15 zijn. Of dat te implementeren valt als onderdeeltje van. Nou ja, maar daarom zegt Koos ook. Dus heel veel gaat uit de cloud komen. En een stelling die bij het algemene deel is cloud gaming is dan echt. Maar hoe amazing is dat? Als je echt het gevoel hebt dat je in een wereld komt en het zijn echte mensen. Ja, het is de amazing. Het is de fucking droom. Ja. En ook dus dat het ook nog eens... Want ik denk dus wel dat wat jullie net zeggen, dat vond ik heel tof, is dat nu zijn er grote werelden, alleen ze voelen nog heel leeg en kut aan. Ja. Wanneer die games vol zitten met random AI, artificial vette shit, dan heb je inderdaad iets heel vet. Want dan is een grote wereld alleen maar vet. Weet je, stel dat je, weet ik veel, in je autootje of je dit of je vliegtuig. Maar die shit die we in SimCity hebben gezien. Ik weet niet of dat echt waar is, want ik heb die game niet gespeeld. Maar die laatste SimCity was toch ook elke Sim die leeft echt een leven. En dan gaat 's ochtends gaat hij naar zijn werk en dan doet hij dit. Gewoon een rondje wat hij doet. Ja, maar hoe oud is die game? Dat is zo basic. Ja, dat gaan we gewoon zien in de nieuwe Skyrim. Dat gaan we zien in de nieuwe GTA. Is er ook wel al. Ja, maar echt op een niveau dat gewoon, dat je bijna eng begint te worden van, heeft die bewustzijn, weet je? Nou, dat denk ik ook wel, dat er gaat komen. Maar of dat... Dus dat NPC's rondjes maken en shit. Wat? Ik zie zo voor me gewoon dat we dat punt bereiken. En dat er gewoon NPC's een bewustzijn beginnen te creëren. En tegen jou zegt van, zit ik in een video? Ja, ik wou net zeggen. Zit je nou stakkerige game op de bank een game te spelen? Dat gaan we krijgen. Maar dan is het ten eerste ingevoerd wel door een developer. Die zegt van, oké, jij moet heel weird gaan doen in deze wereld. En dan krijgt het spel ook zo, oh my god, what the fuck is dat? Maar als het AI is, dan denk je niet dat op een gegeven moment door AI
AI inderdaad, doordat het self-learning is, natuurlijk zullen ze regels meekrijgen, maar dat ze dus op een gegeven moment moedwillig die regels gaan breken. Dus dat ze op een gegeven moment niet meer leuke NPC's zijn waarvan het lijkt alsof ze echt zijn, maar dat ze echt gewoon zeggen... Ze de game gaan slopen. Ja, maat, moet je niet gewoon naar buiten, moet je niet gewoon boeven vangen. Ze zullen al, kijk, dat is het ding. Je kan altijd directives meegeven. Kijk, en die Google-bot, die bestaat al. Het enige wat die Google-bot nodig heeft, is context van de wereld waar die in zit, mm-hmm. wie die is. En alleen die context mag jij aanboren, de rest niet. De echte wereld bestaat niet voor jou. Ja. En dus je hoeft het alleen maar informatie te voeren. Ja. Dat is het enige wat je hoeft te doen. Ja. Ja. En tegenwoordig, je kan heel abstract, check alleen al die DALL-E fucking software. Ik heb het gisteren gedaan. Ja. Ik zei, Cristiano Ronaldo signs a contract at Ajax. En ik krijg gewoon 9 plaatjes van Cristiano Ronaldo. Ja, wel een gesmolten Cristiano Ronaldo natuurlijk. Nee, maar dat is visueel. Ja. Visueel hoeft niet, daar hebben we al artists voor. Ja. Pure gesprek. En de gesprek hebben we ook al. Ja, ja. Ja, oké. Okay. Ja, nee, ik denk niet dat het in gaming, wat jij ook zegt, van technisch is dat misschien te klein nog om het in een 150... Te groot om in een game te stoppen. Why? Nou, eigenlijk juist niet. Eigenlijk is het juist natuurlijk een hele lean tool, maar die ene AI-bot kan ook gewoon 180 personages aannemen. Ja, precies. Ja, maar behalve dus dat het de wereld moet zich daar dan ook voor lenen, of zo. Het moet, de wereld moet, als er een echte, hè, de NPC's, echt gevoel bij dingen. Dan moet ze ook echte dingen kunnen doen. En niet een soort van een paar hutjes. Want dan zie je op een gegeven moment een ding, hè, stel er staat ergens een hutje, dan zitten er ineens een soort van 16 bots te knokken om dat hutje. Een soort van, dit is mijn hutje. Ja, maar er is niet meer. Als jij in playtesting dat tegenkomt, dan schrijf je een regelcode en dan gebeurt het niet meer dan 3 mensen in een huisje. Maar wat gaan die andere mensen? Dan worden het bums. Nee, maar ik denk je haalt nu wel iets aan. Een proces, dat moet je helemaal doorgaan. Maar zoals je het nu zegt, inderdaad, van oké, een playtesting. Hoe helemaal een gortje die game moet playtesten om alles dicht te timmeren, is alleen maar meer werk dan nu. Nee. Ja, dat is onvoorspelbaar. Er zijn altijd grenzen die je over het hoofd hebt gezien. Ja. Maar dat is overheen gaan en is zo van, oké, ze maken elkaar dood. Ik denk dat juist ze gaan alleen maar elkaar wippen. Eén goede strakke regelset is makkelijker dan voor Assassin's Creed Valhalla. Hoeveel NPC's zouden er zitten? Ja, programmeren. Als in die zijn natuurlijk ook gewoon, dat zijn ook, waarschijnlijk zijn het er 40 gecopy-paste met een hele kleine, makkelijke... Ja, maar je hoeft dus al niet meer te copy-pasten. Dat hoeft niet meer. Nee. Ja, we zijn hier natuurlijk... Ik ben met je eens, hoor. Aan het filosoferen over iets waar we het niet voor enige verstand van hebben. Maar ja, precies, valt het meeste terrein te winnen. Zeker bij AI. En de games waarbij het gaat opvallen dat ze iets nieuws doen, is de games die gewoon vette AI hebben. Daar valt inderdaad de komende 5 jaar wel zeker heel veel te winnen. Maar of dan over 5 jaar al het punt hebben bereikt dat we gewoon een soort van hele, soort van bijna zelfbewustzijn hebbende NPC's. Omdat de game zo mooi afgebakend is, dat hij precies weet van oké, hier mag ik gaan wonen. Ik hoef niet te gaan vechten met een andere NPC. Ja, dat zou ik zeggen van, waarom ligt hij de hele tijd dezelfde auto? Wat is dit met deze set pieces? Waarom zijn ze gekopieerd? Weet je dat? Het kan. Dat ze dat opvallen of zo, dat lijkt me natuurlijk hilarisch. Maar het is zeker daar waar de komende 5 jaar wel de grootste sprong in. Ja, want inderdaad, je zegt al, games zijn al mooi. Maar ik denk dus dat de gamesindustrie is me gewoon een beetje de tegengevallen de laatste 10 jaar qua innovatie, zeg maar. Nou, het is heel statisch, voelen werelden aan. Ja, maar dingen die we 15, 20 jaar, weet je, die ik begin PlayStation 3 speelde, dat speel ik nog steeds, dat soort spelconcepten. Ja. Er zijn wel wat genres bijgekomen. BR hebben we gezien, we hebben, weet ik veel, motion games, VR ook, dat soort dingen. Dus er zal zeker in die 2 jaar komen er nog wel 2, hè, soort van modus of trends in soort van, nou, dus daarvoor was het live service games überhaupt en dat is gebleven, maar gewoon dat er een nieuw genretje of iets dergelijks. Metaverse. Ja, maar wat is dat? Metaverse is natuurlijk in principe is dat gewoon nu een andere naam voor de cloud, want het gaat nooit allemaal op elkaar aangesloten worden. En dat is wat volgens mij daadwerkelijk de metaverse is. Is dat Google en Facebook en wat dan ook allemaal in één digitale omgeving. Het internet is dat gewoon. De metaverse is nog steeds zo'n abstract. Precies. Idee, maar ik bedoel, het feit is gewoon, zodra je je PlayStation aanzet, dat is je doorway naar de metaverse voor PlayStation. Mm-hmm. Van PlayStation, ja, precies. Dus, en, maar wat nou als ik... Ja, maar dat is heel abstract. Dat zijn gewoon icoontjes op een 2D achtergrond. Precies. En dan zeg je, ik wil nu naar dit en ik wil nu naar dat. Maar dat kan ook in een volledige bestaande wereld natuurlijk. Ja, okay. Alleen, dat hebben we nog niet echt meegemaakt. Zoals Ready Player One of dat soort dingen. Ik denk niet dat snel gaat gebeuren. Ik denk dat er eentje mee gaat komen, omdat het, als je dat hebt...
Ja, nee, maar ja, als er eentje is, dan volgt de rest ook wel. Met hun eigen, net zoals dat we nu launchers. We komen, precies dat. Iedereen, dat is geen metaverse. Het zijn metaverses. Ja, de multiverse. Ja, multiverse. Maar dat is fucking irritant. Want iedereen heeft zo meteen zijn eigen verse. Nou, ja, maar daarom. Ik wil ook niet met iedereen in dezelfde metaverse zitten. Dat hoef ik helemaal niet. Ik wil met gelijkgestemden vooral zitten. Ja, maar dan, waarom is het dan nog een metaverse en niet gewoon een online omgeving? Alles is een metaverse. Hoe heet dat? Als jij gewoon inlogt op Facebook, dat is ook een bepaalde metaverse. Ja, met al hun games en multimedia opties. Ja, precies. Ja. En hoe je contact komt met mensen. En shit. Alleen het is heel abstract en het is via tekst en het is via foto's. Het klinkt veel cooler dan dat het is. Ja, daadwerkelijk. Ja, maar het bestaat al. Daarom, het bestaat al fucking lang. Ja. Nee, maar dat bedoel ik. Je fucking Microsoft Office pakket is een metaverse. Ja, en de games die we spelen bestaan dus eigenlijk ook al heel lang. En daarom denk ik niet dat, weet je, als ik gewoon kijk naar de laatste 10-15 jaar is het niet heel innovatief geweest. Er is progressie gemaakt, maar niet. En de games zijn mooier geworden. Ja, maar dat en groter. En ze zullen wel wat hier en daar wat andere dingen. Er zijn dus wat dingen opnieuw of eigenlijk bijverzonnen, maar dat zijn de hybrides de van wat games we al kenden. Heel erg dom gebleven en daar gaan we echt hele grote stappen maken. Ja, ik hoop het. Jij hebt nog niet jouw. Ik zeg dus weinig veranderd behalve mooier. Jij zegt AI. Wat is jouw? Ja, ik wil zeggen de levendigheid van werelden, maar ik denk dat het grotendeels ook afhangt van AI. Ja. Maar aan de andere kant, heel veel daarvan kan ook scripted zijn. Kijk naar Red Dead 2. Weet je, dat leek de weer. Weet je, de illusie. Ja, het voelde dat je vrijheid hebt en dat er random shit gebeurt, terwijl ondertussen achter de schermen alles gewoon gescript. Nee, het is heel scripted, maar die weet het goed te verhullen. Daarom. En ik denk dat de grote games die goed gaan scoren meer. In ieder geval dat die illusie van vrijheid en randomness. Maar zodra je al dat weet je te bewerkstelligen, dan is die wereld er al gelijk captivating. Daarom. Ja. En denk je dat kan zelfs Starfield die zoiets gaat doen? Omdat het procedural gaat zijn, gaat dat groots voelen of gaat dat voelen als ik denk dat de wereld groots gaat voelen doordat je dus overal naartoe kan. Ik denk dat het niet anders gaat zijn dan Fallout 4. Nee, precies. Maar dat zou dus wel. Kijk, No Man's Sky was daar een pionier misschien in qua wat grotere games, procedureel. Laat me wel heel even duidelijken. Ik bedoel, niet anders dan Fallout 4, als in interacties met de NPC's en quests. Mm-hmm. Ik denk dat er veel meer te doen is in de wereld van Starfield, want we zijn wel jaren. Nee, maar dat minen en al dat soort dingen, weet je wel. Dus ik geloof best wel dat er meer te doen is. Maar basic, maar hoe je het verhaal speelt. De dingen gatheren. Nee, maar ik noem maar een paar dingen. Oké, je spaceship maken, dat kan je niet in Fallout 4. Maar ik bedoel, dus ik geloof best wel dat er meer te doen is. Maar de basic gameplay zal niet anders zijn. Nee. En ook niet de interactie. Nee, dus de procedurele gaat er niet heel veel voor. Dat gaat niet voelen als iets nieuws. Niet bij deze game nog. Denk je dat, als deze game dat goed doet? Procedurally generated gedeelte van Starfield is gewoon om de wereld, het universum, het gevoel van een space game te geven. Ja, precies. Weet je bent in de ruimte, dan wil je fucking kunnen rondvliegen ook. Nou, dat hebben ze gedaan. En je gewoon heel klein laten voelen, weet je wel. Ja, dat is wat je... Ik kan trouwens ook al vertellen dat de Elder Scrolls 6... Bethesda heeft er ook een handje van op een goede manier. Net wat we altijd zeggen met Ubisoft. Pakken elementen van dit en dat en stoppen het in de volgende game. Bethesda is gewoon van, we stoppen bouwen in Fallout 4. Nou dat gaat naar Fallout 76. Dat is niet meer dan logisch natuurlijk. Dat gaat natuurlijk ook naar Starfield. Ja. Bij Starfield wordt er een schepje bovenop gedaan, want je kan ook vliegen en je kan je vehicles aanpassen. Ik zie het zomaar voor me dat jij straks bij de test 6 dat je gewoon paard en wagen super saai. Kasteel. Ja, maar dat kon al in Skyrim. Ja, maar dat was de eerste stap van het hele proces. Maar wat Daan zegt, dat was gewoon van je hebt een huis, je hebt deze opties. Wil jij optie A, B of C voor je keuken? Wil je optie A, B of C voor je woonkamer, bij wijze van spreken? Bij Fallout 4 hebben ze dat uitgewerkt, dat je de vrijheid hebt om dat te doen. Starfield nog iets verder, Test 6 nog iets verder. Maar wat Daan zegt, dat moet je echt niet ontschatten. Gewoon heel veel gameplay elementen die voor Starfield gaan gemaakt worden nu, die zijn ook voor Test 6. Ja. Zeker. Ja. 100%. Vliegen dan niet, want dat zou... Misschien wel. Misschien wel fucking een draak vliegen. Ja, je eigen draak hatchen. Ja. Dat je gewoon kan crossbreeden en weet ik veel wat allemaal. Je bent nu inderdaad waarschijnlijk al vettere ideeën aan het verzinnen dan dat zij. Maar dat bedoel ik dus. Ik denk dat deze ideeën... And this is how we set ourselves up for disappointment. Ja, precies. Over 5 jaar gaan ze dit alsnog soort van... Misschien dat er een dev dit ook tijd, denkt. Hoor. Maar dat gaat nooit in die game komen. 5 jaar is een lange tijd. Kort. Ik vind het dus echt kort. Ik ben hier 5 jaar geleden begonnen. Het voelt als een eeuwigheid. Dat wel, maar alsnog is er in de gamesindustrie, sinds dat je hier bent, niet veel veranderd. Daar moet je rekening mee houden. Die games waar wij het dus over hebben, over een jaar of 5, dat zijn games die vandaag of morgen al in ontwikkeling moeten gaan. Ja.
Dus precies. Je moet de huidige, nou, de huidige technologie pakken. En dan... Ja, maar dus jij zegt, weet je, AI-dingen is al heel ver. Maar ja, inderdaad, precies, de game die zich gaan baseren op dat soort hele smart AI. Ja. Die gaan nu pas in ontwikkeling. En dus de techniek misschien is er? Over 5 jaar. Ja, misschien net. Ja, maar ik denk dus dat het toch langer duurt. Alomtegenwoordig. Ik denk vooral alleen al... Heb je er geen quantum voor computers voor nodig nu nog? Dat hoeft niet in je computer. Nee, je hebt er geen quantumcomputers voor nodig. Maar nee, het ding is meer van... ook de mensen die technologie ontwikkelen... die willen heel graag juist dit soort... Ja, zeker. En die willen real-life toepassingen. Ja. Tuurlijk. Alright, cloud gaming, is dat dan echt doorgebroken? Of zijn we er al? Dat vraag van jij natuurlijk. Als onderdeel van die groter wordende werelden... Ja. Dat moet op een gegeven moment niet meer te draaien is op een diskje. Of het moet wel. Ik denk over 5 jaar dat we inderdaad op een punt zitten... dat cloud gaming... Ik denk dat hij meer dingen zoals Stadia bedoelt. Ja, tuurlijk. Met sneller worden internet. Ik denk oprecht... cloud streaming over 5 jaar is het de standaard, zeg maar. Gewoon, het zit altijd erbij in. Bij PlayStation, Xbox, PC. Het zit er altijd bij in. Je nieuwe telefoon... 5G, gewoon echt de 5G, niet de 5G die we nu hebben. En 5G? Ja. Dikke BB. Nee, maar oprecht van... nu is de technologie niet goed genoeg. Maar je moet ooit beginnen. En het is net goed genoeg voor de early adopters. Over 5 jaar is het goed voor de mainstream. Precies. Ja. En maar je ziet al zo'n grote groep mensen waarvan je niks hoort. En die zeggen, ik heb Stadia. Ja, precies dat. Dat is er al. Hè? Ik heb geen zin om een fucking console in huis te halen. Voor de meeste mensen zou dat ook zo gelden. Ja, kijk, wij zijn allemaal hardcore gamers. Dus wij willen hardware, we willen neder spelen. We willen dat als we dat doen, dat het echt heel goed... Ja. En dat je er bijna... Als je één buffermomentje al hebt, zijn we er klaar. Want dat hoepje heb je normaal niet, inderdaad. Wat zal dan de... Dit heb ik allemaal zelf bedacht nu hoor. Maar wat zal dan de partij zijn met het grootste aandeel in cloud gaming? Xbox. Ja, dat denk ik ook. Ja. Dan gaan we... Nou, dat is een mooi bruggetje. Naar Xbox. Dan gaan we daar gewoon mee beginnen. Is het aantal... Nu begint het item. Nu begint het item. Ja. Na 20 minuten beginnen de vragen. Is het aantal Game Pass subscribers verdubbeld? Dus van pak een beetje 30 miljoen, wat ik al heel veel vind, naar 60 miljoen. Zijn er al 30 miljoen gebruikers? Ja, volgens mij meer. En dat gaat ook dippen. Ik denk dan zeker dat het 60 miljoen volgens gaat mij veel meer. Ik denk eind volgend jaar. Volgens mij willen ze al elk jaar een groei van minstens 100%. 10, 20 miljoen hebben gebruikers. Dus het zou me niks verbazen als ze tegen die tijd al op de 100 miljoen dingen zitten. Ja, ik denk dat we eind volgend jaar... Ik wil daar een kleine nuance aan toevoegen. Ja. We zitten in de begindagen van Xbox Game Pass. Geven die shit letterlijk gratis bij tandenpasta weg op dit moment. Ja. Dus dat gaat duurder worden. Het gaat sowieso duurder worden. En deze aanbiedingen van iedereen mag gratis meegeven, gaat op een gegeven moment stoppen. Nou, over 5 jaar is dat denk ik wel het geval. Weet ik niet of ze 60 miljoen aan tikken, hoor. Ik denk het wel. 60 wel. Ja. Ja. 60 wel. Ik sluit het zeker niet uit. Ik zeg alleen, van er zijn nog een boel haken en ogen. Want stel dat het 20 euro wordt op een gegeven moment. Ik denk dat dat nog steeds, voor wat je ervoor krijgt, een fair prijs is. Ja. Ik bedoel, het is nu toch goedkoop. Dat vindt iedereen, denk ik wel. Ik bedoel, het is fijn om maar een tientje te betalen. Nee, maar zeg maar, voor alles wat je daarvoor terugkrijgt, is dat niet in verhouding. En dat is omdat ze gewoon mensen willen onboarden, natuurlijk. Hoeveel is je nu? Een tientje? Ja. Ja, maar dus dat betekent dat ze, stel, en op PC al 15 miljoen hebben... Ja, sorry? Als je Xbox en PC Ultimate hebt dus, dat is al 15,99. Ja, oké, maar laten we het even op een tientje zetten. Dan betekent dat ze al 300 miljoen per maand alleen al aan die subscriptions. Nee, maar zo moet je dat niet rekenen. Laat ik het zo zeggen? Nee, dat zit heel anders. Maar ik weet ook niet precies hoe dat zit, maar ik zie zo vaak van... Oh, denk nou niet dat als zij 30 miljoen gebruikers hebben... dat het 30 keer een tientje, dat het zoveel geld is. Nee, maar sowieso niet. Maar kijk, 20 miljoen dan. Of 200 miljoen. Dat is heel veel geld. Laat me het zo zeggen. Ik denk dat over 5 jaar... En dat is de enige reden waarom ik twijfel over die 60 miljoen. Ik denk dat over 5 jaar Microsoft liever 1 keer een euro pakt... dan 10 keer een dubbeltje. Omdat... 10 keer een dubbeltje is een hele gevaarlijke strategie. Ik heb geen idee wat je hiermee bedoelt. Als je afhankelijk bent van 10 mensen. Ja, dus een hele lage marge. Op wat? Op het product wat ze verkopen. Dus jij moet... Ze moeten honderden miljoenen subscribers hebben om het überhaupt winstgevend te maken. Ja, maar ze kunnen ook 10 mensen die een euro betalen. Mm-hmm. En dan is het al winstgevend in plaats van dat je 100 miljoen nodig. En de euro is nog steeds een subscription model. Ja. Laat ik het zo zeggen. Het is nu tientje. Ja. Tientje en... Dus het wordt straks 100 euro. Nee, maar luister. Het is nu een tientje. Ja.
Bij wijze van, je hebt 1 miljoen subscribers nodig om dat winstgevend te maken. Ja. Nou, dat is veel. Maar als je het 100 euro maakt, heb je 10 keer zo minder mensen nodig om het überhaupt te maken. Maar dat is toch precies lijnrecht tegenover wat Xbox nu aan het doen is? Dat is wat ze nu aan het doen zijn. Ja. Omdat ze zoveel mogelijk mensen met de service kennis willen laten maken. Maar op een gegeven moment gaat die prijs omhoog. Ja. Dan gaan mensen afvallen. En ik denk dat we op dat moment komt er gewoon een kruispunt waarop je zoiets hebt van, oké, de hardcore gamers zijn bereid dit te betalen. Dat is winstgevender dan 100 keer een dubbeltje. Ja, ik denk niet dat ze dat gaan doen. Ik denk dat ze juist... Wat ik denk dat ze winstgevend willen zijn. Ze willen een miljard. Ik denk dus dat de 10 dubbeltjes... of de ik denk dat ze dat in plaats van... ik denk dat ze van euro, de koude kermis thuis 40 komen. Keer een dubbeltje. Of ja, dat is wat ze nu zeggen. Ja, dat ben ik met eens. Ik denk dat ze van een koude kermis terugkomen. Ja, nee, ik denk het niet. Ik denk dat ze daar een goede tactiek in hebben gekomen. Ik denk dat niet hardcore gamers gaan echt geen 20 euro per maand betalen. Nee. En dat gaat meer worden dan 20 euro per maand. Voor het hele pakket, zoals Xbox of met Sony streaming erbij. Ja, maar voor het hele pakket wel. Voor wat het nu is, dus niet de uitbreiding die nog komen. Ik denk dat wat er ongeveer nu is, altijd wel ongeveer een tientje zal zijn. Nee, man. Nee, joh. Dat gaat echt hard omhoog straks. De gewone gaat al sowieso naar 50. Ja, nee, maar daarom. Nee, daarom. Ik bedoel, alle nieuwe functionaliteiten die erbij komen, zullen het duurder maken. Maar ik denk, als jij gewoon een paar games wil streamen, dat altijd nog een goedkope tier is. Ten opzichte van hardware kopen en al die shit erbij. Ja, maar dat ook tiers die niet voor hardcore games. Besef, de klant die zij voor ogen hebben, is gewoon iemand die een Samsung TV koopt en de Xbox app erop heeft. Precies dat. Ja, daarom. Maar die gaan niet 25 euro betalen. Nee, daarom. Dan kopen ze liever een console. Nee, ze willen de duppie, ze willen gewoon de goedkope shit. Niet hardcore gamers. Die gaan niet 25 euro per maand. Nee, maar die gaan dat niet betalen. Want die hebben zoiets van, ik ben gewoon hardcore gamer. En de hardcore gamers hebben liever de hardware in huis. Ja. En de niet hardcore gamers, die kunnen rekensommen... Spreek je jezelf nu tegen over de duppie en de euro? Nee, want de niet hardcore gamers, die hebben in hun hoofd zoiets van, oh, als ik 10 keer 25 euro betaal, dat is 250 euro. Dan kan ik al die Xbox Series S van halen. En dan heb ik het in 10 maanden al eruit. Ja, maar dan denk je heel erg als een hardcore gamer. En ik denk in de duppies. Ik denk dat ze de duppies willen doen. Ik denk het niet. We hebben het al gehad over, inderdaad, is de prijs van Game Pass hoger dan 2022? Ja, absoluut. Dat is natuurlijk geen twijfel over mogelijk. Hoe hoog? Nee, ik denk niet dat het ooit... over 5 jaar denk ik niet dat het meer is dan 20 piek. Ik denk 25 euro. 20 piek. Ja, ik denk ook dat 20 piek. Ik denk namelijk dat heel veel... Ja, voor de standaard versie, hè? Want de ultimate versie is al 15 euro. Die gaat zeker 25 euro zijn. Ik bedoel ultimate 25. Ja, die gaat 100% 25 euro zijn. Want we zien ook, weet je, er is nu gewoon een bepaalde gemiddelde van wat streaming dingen. Ook in weet je, Amazon zit er schandalig onder. Maar de 8 à 10 euro is gewoon vrij gangbaar voor streaming services. Ja, en Netflix is al gewoon 15 piek. Ja, maar dat is de nu dan de... Disney de, Plus de, over 3 jaar ook, hoor. Ja, maar nu is het allemaal nog een tientje, wat ongeveer ook de Game Pass is. En dan heb je een Sony met hun dure shit, net zoals dat Netflix hun dure shit heeft. En voor de rest ligt het allemaal rond het gemiddelde. Hoe duur was Netflix 5 jaar geleden? Toen zijn nog ook, in het, laten we zoveel 12, mogelijk 12 mensen... euro. Volgens mij zijn ze bijna altijd 12 ik, euro. Nee, geweest. De allereerste keer, ja, ik weet niet hoe lang ik al Netflix heb, want ik heb best wel lang. De eerste keer dat ik Netflix heb genomen was 7,99. Oké, 8, ja precies. Maar volgens mij was het vrij snel 12 euro. Dat is het heel lang geweest. En nu hebben ze het inderdaad, dat weet ik veel, 16 of zelfs als je family hebt meer. Anyways, dan heeft er nog één Xbox vraag. 8 euro bijgekomen in 5 uur tijd. Weet, ja, daarom, die vind ik ook heel schandalig dus duur. Dus dan gaat een Game Pass ook onder de 2. Ja, maar kijk, en bij Netflix hadden we niet zoiets van, dit is veel te goedkoop. En bij Xbox Game Pass hebben we, dit is veel te goedkoop. Ja, true. Weet de verkoop van de Xbox Series X of S min of meer gelijkwaardig te gaan aan die van de PlayStation 5? Ja. Ja, omdat de PlayStation 5 er niet genoeg is? Of omdat mensen echt die Xbox willen hebben? Op een gegeven moment is die PlayStation 5 wel genoeg verkrijgbaar. Maar ik denk dat gewoon... mensen willen die Game Pass offer shit. You can't refuse. Ja. Ja. En zeker voor gezinnen met kinderen. Weet je wel, dit is de console to go. Weet je wel, je koopt hem, je betaalt het nu nog een tientje per maand. Ja. En je hoeft er niet meer aan te kijken. En ook dat zal de komende 5 jaar alleen maar duidelijker worden. En lastiger dus ook voor PlayStation. Want hoe ga je daar de komende 5 jaar tegenop concurreren? Nee, true. En dat sentiment dat we sinds eind PlayStation 3 hebben en vooral de hele 4-generatie en ook nu nog al een beetje, dus dat mensen echt PlayStation wel over het algemeen favoren, dat is dan weg dus. Ja, door Game Pass. Ja, ik denk dat Game Pass, maar ook de integratie van cloud streaming daarbij, want die hebben ze echt enorm verbeterd. Dat is zo'n goede deal. Je kan thuis op je tv kan je gamen zonder een Xbox te hebben. Je kan een Xbox op je slaapkamer hebben. Je kan op je telefoontje kan je hem nog spelen. Ja, maar daarom. Dus dan is misschien ook wel, hoef je niet meer een Xbox Series X of S te kopen. Nee, ik denk dat dat voor heel veel mensen zo is. Ja,
Maar dus, je steekt straks dat dingetje in je tv. Ja. Ik denk dat we stick gaan krijgen. Ja. Ja, maar en misschien gaat hij wel aangekondigd worden bij Gamescom. Nee. Series X of S? Dat is natuurlijk de console zelf. Ja. Die gaat ook wel nog alsnog, ondanks wat je nu zegt, bijtrekken naar PlayStation 5 niveaus. Sorry, wat zei je? Die Series X en S, die is de consoleverkoop, hardware, fysiek. Die gaat alsnog, ondanks wat je nu zegt over de Game Pass, dat iedereen gewoon een stickje heeft, gaat bijtrekken naar PlayStation 5. Nou, ja, want je ziet al dat Xbox nu op sommige plekken beter verkocht wordt dan PlayStation. Oké, ja, omdat het er meer is. Niet per se. Oké. In Amerika zijn ze echt hard. Maar je zegt net, omdat ze die vette service hebben, dat je met stickjes en op telefoons en wat overal kan gamen. Ja. Waarom heb je dan nog een console nodig? Omdat hardcore gamers een console vet te vinden. Ja, en die vinden dus over 5 jaar vinden hardcore gamers Xbox weer net zo tof als PlayStation. Want Bethesda hebben ze en al die voor de games. Alright, dan gaan we nu naar PlayStation. Heeft de PlayStation 5 over 5 jaar pace van de PlayStation 4 evenaard? Dus ik snap niet wat hij met pace bedoelt. Het zal een type van de vlugheid waarmee je alles verkocht wordt. Ja. Nee, ja, maar dat was al geweest als ze niet... Als ze geen problemen hadden met leven. Ik wou zeggen, dat was al... Dan wel. Ja. Maar er zijn uiteindelijk zo moeilijk veel PlayStation 4's verkocht. Denk je dat dan laat ik het anders stellen. Ik denk dat over 5 jaar zijn we zeker aan het eind... We zijn er al voorbij, denk ik, na het eind over van... Over 5 jaar is gaming weer groter. Dan 5 jaar geleden. Nee, zeker. Maar dus over 5 jaar zijn we zeker aan het eind van de PlayStation 5-cyclus. Kunnen we ook wel, denk ik, stellen. Want die is al drie jaar bezig. Ik denk dat deze console-cyclus langer gaat duren. Oké, we zijn al 3 jaar bezig. Ja. Dus oké, misschien zegt dat, maar ergens rond ik denk om bijna het 10 jaar zelfs. Ja, okay, gaat het zo lang duren voordat we eigenlijk het gevoel krijgen van... Oh, nu is deze console gereleased. Maar denk je dat... Nou, we krijgen ook nog een pro-model. Ja. Aan het eind van die cyclus, dus nou ja, laten we voor het gemak even zeggen, 5 jaar... Dat die evenveel heeft verkocht als de PlayStation 4? Nee. Ik denk meer. Nee, ik denk ook niet. Ik denk meer. Ja? Ja. Nee, ik denk het niet. Juist niet omdat ze zijn nu wel super dominant. 2, 3 jaar al. Heel eerlijk, ze zijn wel super dominant ten opzichte van Xbox geweest. In de vorige console-generatie natuurlijk. PlayStation 4 tegen Xbox One. Maar gaming wordt steeds groter. PlayStation blijft nog wel steeds onverminderd populair. Ik denk dat gaan ze wel halen. Ik denk het wel. En weet je, door de strategie van Xbox gaat PlayStation echt nog wel met iets komen, denk ik. Zeker. Maar ze gaan ook mensen verliezen op Xbox. Ja, zeker. Dus. Nee, maar daarom vermoed ik wel dat PlayStation 4 heeft het zo goed gedaan. Ook omdat er toen was er weinig concurrentie van. De Xbox One was nagenoeg niet eens ze hebben de Xbox One echt in aars gefikt. Ja, dat is nu echt wat anders. Dus daarom ga je het denk ik niet winnen, omdat het aandeel wordt... Ik durf niet meer 100% zekerheid te zeggen, maar ik achterkans best wel aanwezig hoor. Ja, sick. Is PlayStation Plus een succes over 5 jaar? Ik snap niet wat hij daarmee bedoelt. Ja, maar wat is succes? En is het nu geen succes? Ik denk dat de meeste mensen met de PlayStation 5 PlayStation Plus hebben, toch? Daarom. Precies, dus het is al een succes, toch? Ja. Dus ik snap niet. Ik denk misschien bedoelt hij die nieuwe tiers. Dus ook nieuwe opzet. Ja, het Game Pass model. Behalve dat het natuurlijk... Oh, dat is trouwens de laatste. Die vind ik... Het wordt door niemand... Het wordt ook door weinig mensen zo gezien, moet ik zeggen. Nog, ja. Maar denk je dus niet dat op een gegeven moment straks... Of het nou in de hogere tiers zit of niet. Maar dat de exclusive vrijwel tegelijkertijd op de PC bijvoorbeeld uitkomen. Of dat ze überhaupt, laat ik het anders zeggen, erbij. Dat de exclusives gelijk op PlayStation Plus die service komen. En net zoals dat die gereleased wordt, zeg maar. Zoals dat ook bij Game Pass gebeurt. Gewoon day one release op de cloud server. Als ze echt een Game Pass tegenhanger willen neerzetten, dan ja. Maar denk je het? Dat gaat PlayStation gebeuren? Over 5 jaar hun God of Wars, hun weet je, dat soort games, The Last of Us... Ik denk het niet meer. Want ik denk als ze nu echt Xbox Game Pass gaan namaken en dat soort shit gaan doen... Een zwakte bot. Ja, dat is een zwakte bot. Ja, vind ik ook. Dus jij denkt dus dat niet gaat... En de Japanners gaan dat niet doen. Oké, dus ze gaan hoe niet ze day one dan vinden dat op ze de niet streaming kunnen service doen. Gaan ze wel... En ze kunnen het ook niet betalen. Ongeveer tegelijkertijd, want we zien natuurlijk nu... weet je, Death Stranding is laatst uitgekomen voor de PC. Al die PC-versies van. Mm-hmm. We zitten nu bijvoorbeeld te wachten volgens mij op de Ryzen-versie. Dat duurt vaak een jaar, al dan niet meer. Wordt dat straks semi-gelijktijdig? Dat ze dingen naar de PC gaan brengen? Nou, op het moment dat je de PlayStation PC-launcher krijgt, wel ja. Want een van de geruchten, en dat is ook een van de dingen waar ik wel stevig in geloof, is als je een game in je PlayStation library hebt die ook op PC is, dan kan je hem gewoon gelijk spelen op PC. Ja, dus, dat denk je? Ja.
Oké. Dus ik denk ook wel... Dan ga ik daarin op jouw expertise af. Maar ik denk op... Maar nog niet, hè. Je ziet, ze brengen ze nu later. Of 5 jaar denk ik dat ze gewoon gelijktijdig releasen dan, ja. Lijp. Al vraag ik het me wel af, want de console is nog wel dusdanig belangrijk dat ze ook zichzelf niet in de vingers willen snijden met een mislopen van verkoop. Nee, maar daarom is dus die PlayStation launcher. Dat je gewoon een PlayStation... Ja, maar wil jij meer PlayStations verkopen? Of wil jij populairder zijn op PC? Ook daar weer. De moneymaker is software en services. En ik denk ook heel erg dat hoe ik dat nu heb, is dat soms kijk je Netflix in bed, soms kijk je het op de bank. Oh, ja, of je kijkt het, ben ik in het vliegtuig. Dus maar ik zou het geweldig vinden. Je PlayStation, als je even op de bank wil zitten om te gamen, dan sling je PlayStation 5 aan. Wanneer jij, weet ik wel, eventjes achter je bureau gefocust wil zitten PlayStation gamen, dan gooi je mag je PC-versie. Jullie wat vragen? Want eigenlijk heeft Steam gedaan wat PlayStation nooit gelukt is. En met de Steam Deck. PlayStation heeft altijd PSP uitgebracht, PlayStation Vita uitgebracht. En alsnog een aardig succes altijd, geweest, hè? Niet naar mijn mening. Zeg maar hoe het werd verkocht als een kleine PlayStation die je in je broekzak had. Nee, het was altijd een mindere ervaring. Zeker. Het was altijd een mindere ervaring. Het was echt een hand. En ik moet nu zeggen, voor het eerst met Steam Deck, voor een eerste generatie product, ik heb echt een PC, ja. Gewoon een volwaardige PC ervaring in mijn handen. Maar dat is ook omdat we spec technisch er ook wel zijn. Ja, op het punt dat je dat in zo'n klein dingetje kunt stouwen. Maar nu komt mijn vraag. No. Denk jij dat PlayStation over 5 jaar wel een handheld heeft, die PlayStation 5 game? Ik denk niet dat ze dat nog aandurven. Want ja, dat denk ik ook niet. Ze zijn laatst pas met de Vita of wat dan ook support of zo gestopt. Ja. Ik denk dat ze dat de aankomende 5 jaar, dat ze zich zo'n handheld. Ik denk ook niet meer dat ze eraan durven te brengen. Ook omdat Nintendo ergens een beetje in die hoek zit en het gewoon heel goed en ook heel succesvol is. Maar het ding is wel van. Nu is het makkelijker dan ooit, doordat ze op RDNA-architectuur werken, Ryzen-CPU's, weet je. Het is nu makkelijker dan ooit om echte PlayStation-ervaring op te krijgen. Want heel eerlijk, als de PS Vita echt gewoon de PlayStation 3 games afspeelde, dan was ik altijd verslaafd geweest aan dat ding. Maar hij was gewoon niet krachtig genoeg. Nee. Maar nu zou het kunnen. Maar wat denk jij dan? Want ik denk dus van niet. Ik denk dat ze niet meer eraan durven te branden. Precies. Ja. Allemaal. Okay. Maar dat is zonde, want nu kan het eindelijk. En nu doet Steam Deck wat PlayStation nooit is gelukt. Ja, en misschien is het ook ergens dat zij dan nu hopelijk denken van... Oké, het was niet onze forte, aan de PC. Maar wat als Steam nu de grote concurrent gaat worden van Xbox en PlayStation? Dat zie ik best wel gebeuren. Sterker nog, ze zitten veel meer in hetzelfde vaarwater dan bijvoorbeeld de Nintendo. Ja. Dat ze, waar dat we het over gaan hebben. Technisch specifiek daar mee concurreren. En daar eigenlijk ook bovenuit. Is ook een van de redenen waarom ze met de PlayStation PC launch komen. Ja. Omdat PC gewoon wel... Nee, maar om de concurrentie aan te gaan met Steam. Ja, oké. Maar de PC is natuurlijk ook gewoon mateloos populair. Was het al, overigens, maar... Dan gaan we dus naar Nintendo. Hebben we... over 5 jaar een nieuwe echte console, ja. Of hebben we een Switch 2 of een Switch Pro of een voortzetting van de Switch? Nee, over 5 jaar hebben we wel een nieuwe. Ja. Van Nintendo. Ja. En van de andere, laten we dan ook nog even, waarom de andere partijen ook? Nou, jij zegt de PlayStation 5 is nog steeds wel in. We gaan Pro-machine, daarvan gaan we Pro-machines. Ja, voortzetting. De Switch kwam in 2017. Ja. En maar dat betekent dus, 2019. Over 5 jaar is het 2027. Dus dat is... Maar dan doen ze er al 10 jaar mee. Ja, maar heel simpel. Dat is ook maar 8 jaar, dus dat is... Hè? Ja, maar heel de Switch. Maar ik zou je zeggen waarom ik denk, de Switch is nu al niet krachtig genoeg. Nee. En heel eerlijk, ligt echt zwaar. Third-party support maar hangt al echt gewoon aan een zijde draadje. Ja. Third-party support. Ja. Dat is over een jaar denk ik al helemaal niks meer. Nee. Ze moeten wel. Denk je dat? Denk je niet dat ze kunnen draaien op hun first-party en third-party die letterlijk alleen naar de Switch als hun klanten willen bedienen? Games, kijk, hun klanten willen ook GTA en Kirby spelen. Klanten bedoelt gamers? Ja. Dat denk ik niet. Je gaat toch niet op een Switch GTA spelen? Als hij het kan. Ja, maar dat, oké, dus tuurlijk, dan. Het is een utopie. Het zou vet zijn als er een nieuwe Switch komt die mee kan en krachtig is. Maar denk Steam Deck kan het al, dus de proof of concept is over 5 jaar is die sowieso krachtig genoeg. Ja, maar denk je niet dat Nintendo met, niet denigerend bedoeld, maar hun speelgoed gewoon de Toads Treasure Trove. Ja, maar Melle heeft het ooit gezegd. Nee, Nintendo maakt speelgoed. Het mag toevallig videogames zijn. Ja, maar waarom niet allebei dan? Want
hun doelgroep, tuurlijk, er is een doelgroep die alleen maar Nintendo doet. Ja. Maar er is ook een hele grote doelgroep. En ik denk dat de allergrootste doelgroep is binnen Switch-eigenaar. Die willen gewoon alles spelen. Mm-hmm. Die willen gewoon alles spelen. Weet ik niet. Jawel. Oké. Okay. Ja. Nou, ik denk dat zij, of laat ik het anders zeggen. Ja, maar die Nintendo-titels zijn zo goed, daarom nemen ze nog wel een Switch. Ja, maar tuurlijk willen ze. Maar ze willen eigenlijk alleen een Switch hoeven hebben en niet een Switch en een PlayStation. Oké, maar dan is de volgende vraag, want ik denk namelijk dat het, hoe dat precies uitgaat, dat moeten we zo even uitspreken. Maar gaat de Switch dan voorbij aan de verkoopcijfers van de PlayStation 4? Ik denk namelijk dat ze zijn over 5 jaar hebben ze alleen nog die Switch voortzetting, dus wel nog Switch games, Switch architectuur of wat dan ook. Dat ze dan alsnog zonder die third party support met die nieuwe versie en de games die ze daarvoor uitmaken of uitbrengen, maken dus ook, want dat is zo'n first party shit. Ik denk dat de Switch de weg van de Nintendo DS gaat vervolgen. En dat betekent dat er wel een Switch is, maar dat de Nintendo DS nog best wel redelijk lang ondersteund wordt, omdat dat een handheld die is voor die doorgroep de handheld die alleen maar. Het wordt een handheld. Nee, maar dat is voor die doelgroep die alleen maar Nintendo games wil spelen. Wil je alleen maar Nintendo games spelen, hoef je niet krachtige hardware. Fijn, hier hebben we een product voor je. Maar voor de gamer die wel ook gewoon de nieuwste games third party wil spelen, hebben we nu een nieuwe krachtige console. Dat hebben ze er voorheen al gedaan. En wordt succesvolle strategie. Huh? Wordt het een Switch of wordt het weer iets anders? Ik denk niet meer dat ze van het Switch principe kunnen afstappen. Nee. Maar ik denk. Ik denk gewoon dat het à la Steam deck gewoon een krachtige portable gaat. Maar niet dat wordt te duur voor de toys die ze maken. Maar hoe duur is het? Steeds goedkoper om te maken toch ook? Maar hoe duur was de Switch bij launch? 280 euro. 330. Nee. 300 euro dan. 330. Ja, volgens mij zelfs 3,99. Maar nee, Medimark kwam met 3,33 op een gegeven moment. Maar 3,33. Laten we dat heel even aanhalen. Ja. Hoe duur was de Steam Deck? 600 piek, weet ik veel. 3,99. Ja? Ja. Oké. Okay. Ja. Maar over het algemeen was het niet zo dan dat de Switch voor de release een heel duur ding was voor Nintendo? Dus dat ze dat niet in hun filosofie of in hun DNA ligt om in principe hele dure Nintendo dingen te maken? Nintendo 64 was ook pleurig duur, man. Dat is een andere tijd in gaming. Toen was alles echt monsterlijk duur. Toen was een PlayStation waarschijnlijk 2 keer GameCube zo duur. GameCube was ook niet goedkoop. Nee, maar was ook niet heel veel duur. De DS, de Wii U, de Switch, nou dat is ergens half. 3DS. Maar, en nog steeds. 3DS was pleurig duur. En hoe duur was de PlayStation 4? 500. 3,99. 400. Ja. Vanaf het begin? Ja. Ja. Maar de 3DS was zo pleurens duur dat Nintendo fans boos zijn geworden. En dat Nintendo een mea culpa heeft gemaakt. Maar en Nintendo 50 euro. Hoe duur? Nee, dat was iets van bijna 300 piek of zo. Nee joh. Jawel. Een 3DS? Ja. En Nintendo fans zijn zo boos geworden. Ze hebben mea culpa gemaakt. En ze hebben die mensen Nintendo ambassadeur gemaakt. En dan mocht je 4 games uitkiezen of whatever the fuck het ook al was. Sick. Maar ik denk in ieder geval dat gewoon Nintendo heeft hun, volgens mij zijn ze over het algemeen goedkoper, hun consoles. Ik vind de Switch echt niet goedkoper. Nee. Kijk, hier, Switch is 303. De nieuwe Switch OLED. Ik ga hem nu opzoeken voor je. De nieuwe Switch OLED? Ja. Volgens mij 3,50. Het moet er gewoon fucking 250 piek zijn. Dat kan toch niet duur? 350 piek? Ja. 359 piek? Ja, sick. Hoe duur is de PlayStation 5? 3,99. Ja. Ja, nou ja, dat is insane. Ja, dat is niet goedkoop. En ook omdat zij natuurlijk qua prijzen, weet je, wacht maar eens tot Nintendo games of consoles goedkoper worden, dan kun je lang wachten. Ja. Maar de Switch gaat alsnog voorbij aan de PlayStation 4 qua verkoopcijfers. Ja. Maar dat betekent dan toch automatisch dat ze nog heel lang gaan teren op deze Switch. Ja. Maar het hoeft niet deze Switch ernaast. Het hoeft niet deze voor de third party. Het is ook geen pro-versie. Nintendo DS is heel lang doorgegaan. Ja, maar dat is echt een andere game. Maar we gaan dus zo meteen een nieuw device krijgen waarop we weer de Ubisoft, de Activisions, de wat dan ook games kunnen gaan spelen. En de Mario's en de wat dan ook. Maar die Mario's en Toad Treasure Trackers en wat dan ook, die kun je ook nog op je oude Switch spelen. Gewoon de DS-strategie wat ze hebben gedaan, DS en Switch. Hoe lang ze DS nog ondersteund hebben. Ja, maar DS, dat was een andere game, andere cartridge. Ja. En Switch gaat ook echt een ander type console zijn met andere architectuur dan de nieuwe. Dus ook. Ja. Oké, dus niet. Je hebt geen cross games, nee, op die dingen. Dat denk ik. Als het komt, dan denk ik dat wel. Als er een nieuwe komt, dan ga je nieuwe Mario kunnen spelen op de oude Switch of op de nieuwe console. Maar kan jij Mario Kart 8 op je Switch spelen tegen Mario Kart 8 op de Wii U? Nope. Maar is het niet dezelfde game? Ja. Ja. Nou ja, maar toen was het hele idee van hoe architecturen werken en dat je dat wil standaardiseren was misschien nog niet zo toen. Bij de Wii U uitkwam. Nee, natuurlijk. Dat is gewoon een keuze. En ik denk dat het ze niet uitmaakt. Want ik denk dat ze niet aan deze Nvidia Tegra chip gaan vasthouden. Oké. Okay. Nou,
Ik denk het wel, maar dat is ongegrond. Het is gewoon puur gevoel, inderdaad. Kan. Ja. Ja. Oh. En er zullen ongetwijfeld ook best wel games op beide uitkomen, hoor. Maar die zullen wel specifiek ontwikkeld moeten worden dan, en geboord moeten worden. Oké, okay. Alright. We hebben nog twee vraagjes. Bestaan... Ja. Maak hem eens af. Nee. Oh. Okay. Ik denk zo, misschien lukt het wel. Bestaan game events à la de E3 en de Tokyo Game Show nog? Ja, tuurlijk. Ja. Ja, zeker. Steeds meer publiek, want überhaupt de E3 wordt natuurlijk volgend jaar omdat Repop. Laat ik het zo zeggen. Ik weet niet of specifiek de E3 bestaat, maar game evenementen 100%. Mm-hmm. Ja, maar wat hier, ja, à la E3 en minder links, media, maar denk ik meer dat die of het E3 is, grootste beurs. Of dat het Jeff Keighley's beurs is. Ja, dat maakt me niet uit. Dat, maar er blijven beurzen. Ja, ja, ja. Fysieke, grote, waar mensen 3, 4 per jaar, waar mensen heel van naartoe leven, dat soort shit. Ja, 100%. Minder media, meer consument. Ja, maar dus eigenlijk meer. Denk je niet dat dingen als Comic-Con of PAX vooral een groot terrein daar dan gaan winnen? Zeker. Of is dat niet dat, gaming? Die worden sowieso genoeg? Alleen maar groter. Ja, dat denk ik dus ook. Ik denk dat de community-achtige evenementen worden sowieso alleen maar groter, want mensen. Ja, TGS is dat al, hè? Ja, daarom. Gamescom is dat al. E3 was dat niet, maar die gaat dat is nu dat, ook zijn. Dat nu ook al, heeft een deuk gehad door corona. En dat mensen ze waarschijnlijk iets minder enthousiast in een zaal met 100.000 man gaan staan. Maar dat neemt niet weg dat over een jaar of 5 dat wel weer bijgetrokken is. En daarbovenop. Ja, ik denk dat ook. Ik denk inderdaad juist dat nerd stuff wordt steeds groter. Dus tuurlijk. En het wordt steeds cooler om een nerd te zijn. Maar, ja, maar we krijgen ook de hele specifieke alleen gaming beurzen blijven ook gewoon. Ja, het gaat natuurlijk wel een andere invulling zijn. Het is niet meer het media spektakel van waarin de strategieën van de komende jaar wordt. Ja? Ja? Nee, man. Dat doen alle partijen nu zelf. Nee, ja, maar dat wordt gefragmenteerd. Hè? Ja, maar dat heeft te maken ook natuurlijk met die pandemie. En sowieso ook het verhalen van de ESA. Ik denk dat Jeff Keighley... Maar het gaat niet alleen om Jeff, om de pingels. Het gaat ook om PR en weet je wel. En ik denk oprecht dat Jeff Keighley wel met zoiets gaat komen nog. Ze gaan maar Ubisoft, de Shine pakken ze op hun eigen ding. Ja, op hun eigen grote streaming zit. Omdat ze dan hun eigen momentje hebben in plaats van het moeten delen met... En het is gewoon zo'n hele persconferentie op een E3 in een Staples Center en wat dan ook. Dat is zo belachelijk. Kijk duur, hoe hard dat leeft. Je een domme video kan uitzenden op je dingen. Ja, daar kijken ook minder mensen naar. Ja, dan kijk je, tuurlijk, er zijn views, maar op wie heeft minder impact? Op de wereld? Op de gaming-industrie, op de wereld. De industrie wat maar niet de gamer. Want ook de mainstream media, die gaat daar naartoe, die schrijft nog wel mee. Het is een happening. Ja, maar weet omdat wij vastgeroest zitten in die shit. Nee, maar je kan je eigen ding doen. Dat is 100% waar, dat is 100% goedkoper, maar het is nooit zo groot als de E3 en gamers aan zich. En niet voor niks, hè. Ze doen het zelf, maar ook toen ze niet meer bij de E3 zaten, zaten ze toch wel bij de E3. Ja, zeker. Ja, dat is ook zo. Ja, oké, okay, laatste vraag. Zetten publishers zoals EA, Ubisoft en Square Enix hun games op dag 1 op dingen als Game Pass en PlayStation Plus? Er zullen vast wel wat deals gesloten worden, maar de meeste niet. Dat hangt inderdaad van deals af, ja. Ja, vanuitgaan dat ze niet onder deals komen dan vanuit... Zijn. Ja, oké. Okay, maar die deals vanuit komen Sony. Vanuit de Sony's en de Xbox'en, toch? Ja. Ja. Meer Sony. Want ergens heb je het vanuit... Xbox niet meer. Maar Xbox heeft zoveel studio's. Ik bedoel, ja, daarvoor hebben ze het niet gekocht. Dat is toch ook iets wat je al de afgelopen jaren ziet. Dat PlayStation exclusiviteitsdeals rondom de launch. Ja, door wie is Stray ontwikkeld? Want die is gewoon dag 1 stond die op PlayStation Plus. Annapurna? Ja, dat is de uitgever. Maak een geitje bij me? Nee. Dat is de uitgever, volgens mij. Ja? Maar wie is Maakt niet uit. Die staat dag 1 op Game Pass. Luminous? Die staat dag 1 op PlayStation Plus. Dus het is al. Ja, maar dat is op PlayStation Plus. Ja, fair. Dus het is er al. Maar zetten publishers zoals die EA's, de Ubisoft... Niet alle. Dat gaat ze echt te veel geld. Over hun eigen streaming service? Nee, hun games op de grote streaming service. Ja, enkele. Maar de meeste niet. De kleine games. Ja. Agreed. Dat hoeft ook niet per se een kleine game te zijn. Voor dus kleine. Gewoon. PlayStation kan misschien deals worden gesloten. Even volle lap betalen gewoon omdat ze het nodig hebben. I don't know. Mm-hmm. Ja. Nee, fair. Ik vind... Ik heb niet het hele item met Team Zuur bekeken. Mag ik dit ook weggooien? Ja. Nou, nee, laten we dat niet doen. Maar dat Team Zuur, denk ik wel Team Zuur is gebleven. Want dat zijn gewoon... Weet je, het zijn wat voor doemscenario's hebben zij besproken? Nou ja, kijk, zij focussen zich ook heel erg op de industrie. En ik heb het item niet gekeken.
Ik denk dat jullie... Jij, want ik heb jammer nog niet... Ik denk dat je dat overtrekt. Ik denk dat ze ook best wel positief zijn. Ja? Nee, dat denk ik niet. Ik vind jullie namelijk heel positief. En ik denk dat we hier aan deze... Ja, maar ik niet per se. Als ik zo al deze dingen bespreek, heb ik van... dan ben ik het misschien... Snap ik wel. Een paar dingen niet aan bod gekomen. Ik bedoel, de geldgraaierij... Dat zal waarschijnlijk alleen maar erger worden. Ja. Nou, ik denk het niet. Kijk, we hadden het over Cicli eerder. En we zien het steeds meer en meer. Lootboxes is al echt een toxic woord geworden. Ja. Het moet gewoon eerst heel erg slecht gaan... voordat het weer goed gaat. Ja, maar we zitten nu in die periode dat het slecht gaat. Als die games die daarbij verrot zijn geraakt... ook echt daardoor minder verkopen. En dat gebeurt nog niet. Ik denk dat we nu al in een lichte helling omhoog zijn. Dat denk ik ook. Ik denk dat ook dat het dal van die geld... was 3 jaar geleden. 3? Ja, 2017, sorry, 2017. Vijf jaar ongeveer, denk ik. Oh, dat vind ik lang geleden. Ik denk dat het, nee, maar we zijn nog niet zo lang met live service en geldgisserij bezig. Nou, ik denk dat Star Wars Battlefront 2 was toch wel de pinnacle. Nee, ik denk dat we toen nog ver in de... Want dat is ook een ding, hè? Dat er waren toen misschien meer grote voorbeelden die dit hadden. Maar dat was pay to win en dat maakte echt de game kapot. Daar begon het volgens mij. Maar sindsdien is dat minder en minder geworden. Alleen Activision Blizzard. Ja, ze zijn zo hard geband daarop. Daarna durfde geen enkele uitgever dat meer, behalve Activision Blizzard. die het nog 5 jaar Ubisoft kan er ook wat van. EA denk ik ook wel, maar... Ja. Nee, EA, dat was EA. EA is daar juist zo van geschrokken. Maar als ik dus jullie vooral Koos verhaal, jij inderdaad over 5 jaar hebben het veel vetter als gamer. Nog vetter, want je vindt er zijn een paar games over 5 jaar die zo belachelijk vet zijn, dat kan je nu niet voorstellen. Ja. Ik hoop dat de Elder Scrolls dat is, want ik kan niet zo gauw een game noemen die dan dit jaar of volgend jaar aangekondigd gaat worden, die over 5 jaar zo gruwelijk is dat het inderdaad dan niet verwacht. Nee, maar dat bedoel ik. Ergens, we hebben games inderdaad die dan gaan uitkomen, we weten er al een paar van, bewijzen van. Daarom je weet nog niet genoeg. De sprong is niet zo groot als we hopen. Nee, zeker niet. Ik denk dat jullie onderschatten hoe lang 5 jaar is. Ja, nee, en ik ben inderdaad daar sceptisch in. Ik denk dat het niet heel veel anders gaat zijn dan waarin we nu zitten. Ik wil niet veel zeggen, maar Red Dead kwam al 4 jaar geleden uit. Ja. Daarom. Het is nog steeds een benchmark. Ja. Zijn we in 4 jaar tijd zoveel opgeschoten? Nee, we zijn erop achteruit gegaan een beetje. In heel veel opzichten wel, ja. Ik bedoel, ik hoopte dat Cyberpunk die van de troon zou stoten wat betreft wereld. Didn't happen. En nummer 2 is dan The Witcher. Misschien nog wel, en dat is een game van 10 jaar oud inmiddels of zo. Ja. Jullie kunnen mij hier niet vanaf praten. Het moet hele AI-plaatje waar we het over hebben gehad. Het moet een dusdanige stroomversnelling komen dat het in die tijd geïncorporeerd wordt in grote games. Ja, het heeft nu al toepassingen. Dus het gaat ongetwijfeld een developer mee aan. Oh ja. Maar ik verwacht eerder dat het een No Man's Sky-esque project heel populair wordt. Maar aan de hand daarvan, want nu zie je het ook met het procedurally generated, dat mede dankzij No Man's Sky. Ja, 100%. Maar laat me heel even toelichten van waarom positief. Niet positief over de algehele staat van de industrie. Mm-hmm. Maar wel over een aantal games die ik heb ervaren. En dat gaat voor mij meer dan genoeg zijn. Oké. Okay. Ja, sick. Nou, dan, ik denk dat we hier minder zuur in zijn geweest. En toch weer een beetje Team Zoet waren. Als in, denk ik wel dat het soort van gradueel naar deze kant van de tafel zuurder werd. Zoutiger werd. En laat in de comments even weten wie zuurder was. Team Zoet. Wij dus. Of daadwerkelijk Team Zuur. Laat vooral weten wat je zelf denkt. Ja. Weet je? Zitten we er over 5 jaar beter bij? Of kutter? Ja. Zitten we over 5 jaar allemaal met een VR-bril op, slapend in huis? Ik zou er bijna voor tekenen, man. Ja? Kutwereld hier. Ja, man. Apple kom, schijnt met een... Dat ik gewoon, maar het enige wat ik dan wel nodig heb is een soort van climate control, dat het wel koud genoeg is. Dat ik gewoon in een aircon condition die ik niet hoor, gewoon niet hier dik dus. Zitten zijn en gewoon niet in de wereld, in de realiteit. Maar Apple schijnt met revolutionaire VR-bril al te komen. Ik ben benieuwd, man. Echt, er gaan zikke dingen gebeuren. Ja, ik denk van niet. Ja, ik denk het wel. We gaan het zien. Bye.